De belangrijkste boodschap is dat we ons niet gek moeten laten maken door de automatisering en het werk van de advocaten dat dan mogelijk zou verdwijnen. De realiteit is dat veel van het werk van de advocaten, het hoge toegevoegde waardewerk, te maken heeft met creativiteit en complex communication en dat is heel moeilijk te automatiseren. Het wordt hoog tijd dat wij de advocaten de technologie gaan omarmen. De toekomst die is er al lang en we moeten onze organisaties daarvoor klaar gaan maken. Hoe doen we dat? Primair vind ik door technologie binnen de organisatie te brengen. Door techneuten in dienst te nemen, door de technische middelen veel te gebruiken. Bepaal je positie in de markt, kijk wat jij hebt toe te voegen bovenop machines. Als machines het over gaan nemen met kunstmatige intelligentie, dan zul jij als mens daar creatief mee moeten omgaan. Wat ik echt heel graag zou willen na vandaag is in ieder geval dat elk advocaat beseft, de melkweg datalekken en cybercrime, dat heeft een ongelofelijke impact op mijn beroep als advocaat. Het verandert de manier waarop ik omga met data op een hele fundamentele manier. Ik denk dat het belangrijk is dat zowel advocaatkantoren als hun cliënten zich gaan beseffen dat er nog heel wat moet gebeuren om te kunnen voldoen aan de melkweg datalekken. En dat er wel wat energie moet worden gestoken in protocollen om goed en adequaat te kunnen reageren in het geval een datalek zich voordoet. Geen enkel bedrijf of advocatenkantoor voldoet op dit ogenblik aan de privacywetgeving en de wet op de datalekken. Maar verhoog awareness en met een paar simpele stappen kun je een heel eind komen.